DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag de topper, een thuiswedstrijd tegen Spakenburg. Het is alweer een tijdje geleden. Het was toen nog een lekker temperatuurtje. Tweede wedstrijd, dacht ik, in de competitie. En ja, toen speelden we een fantastische eerste helft tegen Spakenburg, Bert. Ja, dat klopt. En, alleen waren we niet effectief genoeg om al meteen in de wedstrijd verschil te maken. En, waardoor we dus in de tweede helft meer dan moeilijk kregen. Heb je met je groep weer een beetje hetzelfde gevoel gecreëerd die jullie waarschijnlijk hadden voor de wedstrijd tegen VVOG? Ja, bijvoorbeeld. Of tegen Jong Almere. Hè. Zo'n wedstrijd is het natuurlijk wel. Het is een tegenstander van formaat. En dat betekent dus dat je meer moet brengen dan dat je normaal van jezelf vraagt misschien. En waar haal je dat naar boven en hoe ga je dat laten zien in het veld? Dat zal vanmiddag heel interessant zijn. Spakenburg staat nu nog bovenaan. Over 2,5 uur niet meer. Nou, dan hebben wij ons huiswerk goed gedaan natuurlijk. En het scenario zou heel mooi zijn. Het worden denk ik twee hele mooie helften, om het zo maar te zeggen. Want er gaat wel veel gebeuren. En als uiteindelijk blijkt dat wij dan gewonnen hebben, dan zijn we allemaal blij. Het is wel een zeer volwassen ploeg, Spakenburg, die een wedstrijd ongelooflijk goed kunnen lezen, heb ik het idee. Aan ons om ze eigenlijk dat lezen uit hun hoofd te praten. Ja, je moet inderdaad zorgen dat ze moeten gaan nadenken ook over bepaalde situaties. Dat ze uit hun comfortzone worden getrokken. Dat wij het initiatief houden in de wedstrijd, waardoor zij achter ons aan moeten lopen. Dat is wat je wil bewerkstelligen. Dat betekent dus dat je de slimme dingen moet doen in het veld. En we zullen vanmiddag zien hoe dat uitpakt. De sfeer in de kleedkamer en bij de voorbespreking was inderdaad waar ik net aan refereerde. Ja, dat klopt. Je ziet gewoon aan die kopjes dat ze er enorm klaar voor zijn. We hebben ook wel een sfeertje gecreëerd, moet ik zeggen. Maar net in de kleedkamer ook gekeken. Die jongens willen gewoon starten nu. En die warming-up is alleen maar irritant voor ze. Ze willen nu meteen dat de scheidsrechter fluit en dat ze los kunnen gaan. De opstelling van DVS 33, Bert, kun je die ons geven? Ja, ik denk dat jij hem onderhand ook wel weet, Piet. Paul Epping in het doel. Dan Joran van Zanten, Basiel Camara, Dennis Hollaert en Roel de Vries achterin. Middenveld met Niels Buitenhuis, Maurice de Ruiter, Koen Vloedgraaf en Kai Velda. En voorin Daniel van Warven en Benjamin Roemion. En natuurlijk een prachtige bank. Ja, dat is ook de kracht gebleken dit seizoen. Hè? Dat als we mogen en moeten wisselen, dat ook ervoor zorgt dat we wat iets kunnen forceren in de wedstrijd. Of dat we iets kunnen brengen waarbij we tegenstander nog moeilijker kunnen maken. Dus prima situatie. Namens DVS TV en alle supporters. Het kan hier spoeken, Bert. Laten we maar zien vanmiddag. Oké, bedankt. Ja, daar fluit de scheidsrechter voor de eerste keer. Meneer Bronsvoort leidt deze wedstrijd. De Spakenburg heeft afgetrapt. Het is Menting aan de bal naar Oost-Indien. De bal gelijk door. Hij krijgt hem terug, Menting hoor. Die de bal voor gaat geven. Hakje daar bijna van Philip Ties. Roemion. Houdt die bal binnen. Benjamin Roemion nog steeds. Gaat schieten. Schot miskracht. Goeie actie op zich. Komt die vrije trap? Bijna op het hoofd van Basiel Camara. Spakenburg. Die bal valt voor de voeten van Tol. Tol geeft die bal mee. De opkomende Giovanni Gravenbeek. Die legt hem bij de nummer 8. Mike Vreekamp. En die scoort 0-1 hier in Ermelo. Ja, dat ging heel snel. Dat ging heel snel. Dat ging heel snel. Er waren een aantal... balaannames. Vrije trap voor DVS. En in de omschakeling was Spakenburg er razendsnel uit. Goeie bal van Jasper Waalkes op het middenveld ingespeeld naar Mike Vreekamp. Die ging naar Kees Piertol. En uiteindelijk via Giovanni Gravenbeek kwam die bal weer terug. Bij nummer 8. Mike Vreekamp. Vrije trap. Daniel van Warven. Achterin Basiel Camara op het hoofd. Joran van Zanten. Ja! 1-1. Lekker hoor. Nee, gaat niet door. Buitenspel. Koen Vloedgraven met de bal op Joran van Zanten. Niels Buitenhuis. DVS moet even uit de duels gaan.
Dat is een pittige overtreding. Gelijk de bal door, diep gespeeld op Benjamin Roemion. Dat is een goede bal hoor. Die gaat proberen de achterlijn te halen. Veel bezetting in de 16. Valt die bal erin? Ja, die valt er nu in. Het is het doelpunt. Ik wou zeggen, ik moest hem erin schreeuwen. Want, en wie maakt hem uiteindelijk? Uiteindelijk was het Maurice de Ruiter. Nadat Niels Buitenhuis bijna de bal er zelf op probeerde in te tikken. Maar hij kon er net niet bij. Gelukkig was er een beetje effect aan de bal. En viel hij net voor de voet van Maurice de Ruiter. Joran van Zanten, interessante wedstrijd tot nu toe. Maurice de Ruiter die dribbelt naar voren en geeft een steekbal. Maar hij valt achter de verdediging, maar ter wielen stond goed opgesteld. Ah, Joran van Zanten krijgt veel ruimte, Maarten. Ja, het is sowieso de backs die een hoop ruimte krijgen. Maar het is ook de verdienste van DVS. Iedereen diep staat. Oh, wat een heerlijke bal. Ja, oh, geweldig. Wat een goal. Wat een prachtige aanval van DVS. Ja, het begint bij die backs. En het begint inderdaad bij de backs. Het publiek scandeert 10. Dat lijkt me wat optimistisch, maar dit is een fantastische aanval met een hoop beweging. En prachtige combinaties en uiteindelijk ook de rust van Maurice de Ruiter die de bal nog breed tikt. Ja, die gunt, de goal aan Kai Velda. Hè? Keurig uitgespeelde aanval van DVS. Spits ingespeeld en Oostinje tikt hem door op Ties. Met een handige bal van Ties hoor. Oeh, Tol. Die een voetje te kort kwam. Ja, dat was Tol. Goeie bal hoor. Benjamin Roemion draait vooruit. Gaat 1-1 met Vreekamp. Probeert zijn acties te maken. 1-2. En hij heeft de bal in balbezit. Strakke voorzet. Gaat schieten. Oeh. Net voorlangs. Goeie actie van DVS en goede actie van Benjamin Roemion met een goede 1-2. Laat hem aardig vallen op Oostinje, maar Niels Buitenhuis zag dat. Nou, Ties fungeert echt als aanspeelpunt, maar het is een Dit is interessant. Dit is interessant. Dit is een goede bal. Daniel van Warven, kijk eens achterin. Dat is een goede bal zeg. Maurice de Ruiter. Oei. Ik kon het niet goed zien. Ja, het is een corner. Misschien iets sneller mogen handelen. Ja, die wordt verlengd. Is dat Maurice? Oh. Op de vuisten van de keeper. Barry Beyer moet weghalen. Prachtig schot. Ja, hij was wel door het midden, maar wel hard. Vol op de keeper af. Benjamin Roemion. Is hij daar eerder bij? Oh, die hoekje. Oh, daar lag hij verdedigen, maar volgens mij staat hij er anders in, hoor. Keurig. Ja, ik weet niet wat de keeper ter wielen daar deed. Dat, als hij erin was gegaan, dan was het denk ik wel een beetje zijn schuld. Ik denk dat Roemion dat gaatje zag, maar die speler kwam ervoor vliegen. Ja. En misschien verkeek ter wielen zich op de snelheid van Roemion. Goeie bal. Oh, wat een prachtige bal. Kan hij erbij? Ja! Maurice de Ruiter, wat geeft hij dat balletje ook weer, hè? Maarten, dit is toch smullen? Dat is een fantastische bal van Maurice de Ruiter. En Maurice en Benjamin ook precies goed die keeper voorbij. En ja, hij rolt die bal heerlijk in die goal. Ja, ter wielen staat nu te voeteren naar zijn verdediging. Dat die bal er zo makkelijk doorheen komt. Maar ook hij maakt niet een hele goede fase door nu. En, nou, lekker. DVS in de 36e minuut op de 3-1 voorsprong. Ja. Ik zie aan de overkant heel veel mensen weglopen. Dat zou toch niet zijn dat ze nu al vertrekken? Die, Hens! Ben jij even DVS, André? Ah, je moet je gezicht beschermen. Nou, die hoek is afgeschermd daar. Kijken wat Maurice doet. Oh, wat een pracht! Oh! Ja! Wat een fantastisch doelpunt! Ja! Over de muur, in de korte hoek, in de kruising. Strakker kan die niet. Oh. Deze gaan we terugkijken, mensen, vanavond. Deze is fantastisch.
Het is Mike Vreekamp die nog probeert de scheidsrechter te overtuigen dat het geen overtreding was. Maar goed, daar is niks meer aan te doen. 47e minuut. DVS 33 Ermelo. 4, Spakenburg 1. Een halve bal. Het is Joren van Santen die hem over kan nemen. Goeie bal zeg. Oh. Nou, de brommer aan. Vol gas. 1, 2. Oh, lekker. Voorzetje. Hop. Oh. Even gaat er tegenaan te lopen, Maarten. Prachtige actie. Ja. Gaat door. Lekkere bal. Oh. Mike Arends bijna. Goed doorgestapt, Koen Vloedgraven. Blinde bal van Supersepa. Het is steekballetje waarschijnlijk. Oh, ja. Heerlijke Mike bal. Arends. Geen buitenspel. Mike Arends. 1-1. Oh, in de handen van de keeper. Te makkelijk dit hoor. Ja. Zonde van deze kans. Kijken of hij... Hij kan hem voorzetten, maar Daniel van Warven stapte net naar de pijl toe. Hij stapte uit, achteruit. En, Eigenlijk was die bal wel heel goed, want daar moet hij zijn. Ja, het was een hele goede bal. Ja. Het zou leuk zijn als DVS nog 1 of 2 keer weet te scoren. Gravenbeek. Verdedigd door Buitenhuis. Prachtig hoor, goede interceptie. Ja, zeker. Ja, dit is mooi. Geen buitenspel. Daniel van Warven alleen op de keeper af. Komt hier de 5-1? Komt hier de 5-1? Boom! Nee. Oh! Wat zonde. Je ziet ook Bert van Hunestein balen. Ik bedoel, 5-1 in de krant staat toch anders dan 4-1 tegen de koploper. Absoluut. Ik zag een beetje weifeling in zijn schot. Ja, had ook nog een paar stapjes kunnen zetten. Precies. Het is zo, hebben we toch al twee Mike Arends die alleen op de keeper afging. En ook nu... Hinkt een beetje op twee gedachten. Of je dan nog even doorloopt of dat je dan goed afdrukt. Maar Kai Velder wil die bal hebben. Lekker gevoetbald hoor. Ja, dode beentjes. En ook Roald de Vries wint het duel. Dus nu Benjamin Roemion, de 16 in. Voorzetje denk ik. Nou, Mike, schieten. Hij schiet wel, maar hij was naast gegaan en hij ging ook niet echt hard. Maar wel weer een goede aanval. En ook vooral op het middenveld. Combinatie tussen Daniel, Koen en Kai die er goed uitzagen. Geen buitenspel. Dit. Nou, nu dan. Nou, met z'n tweetjes zijn ze. Ja! Ja! Afgelopen. 5-1 voor DVS. En die komt binnen in Spakenburg. Dit is een hele terechte overwinning. En een mooie bal van Kai Velda wordt door Daniel van Warven afgewerkt. Kopjes gaan naar beneden in... Bij de jongens van Spakenburg. En, nou, hier wordt een biertje opgedronken vanavond. Nou, dat zeker. En lekker voor Van Warven dat hij ook weer zijn goaltje meepikt. Ja, He? Heel leuk. De 3-2 valt, dan is het anders. Maar hier 5-1. Duidelijke overwinning voor DVS. En op het resultaat is ook niks af te dingen. Terechte overwinning hier voor DVS op Spakenburg. Het wordt hier aan de sportlaan maar liefst 5-1. Maurice de Ruiter, ik sprak je even voor de wedstrijd. Ik dacht, pak je hoofdrol. Die heb je wel gepakt, Maurice. De warming-up raakte ik nog geblesseerd, ook. In de warming-up? Ook al? Ik kreeg een bal van Kai, toen verstapte ik me. Dus, maar, zeg maar, die blessure harken me uit, kon ik niet spelen. Het schoot er weer in, was niet zo erg gelukkig. Dus. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk... Lastig zo kort na de wedstrijd, maar ik denk gewoon dat wij goed als team gespeeld hebben. Soms was het veld iets te groot zeg maar, van onze kant. Moesten we nog klein houden, nog meer gedisciplineerd spelen. Maar ik denk al met al, maakten we de kansen niet. Vandaag wel. Dus. Er zaten ook weer een paar aanvallen bij, Maurice, om je vingers bij af te likken, jongen. Ja, klopt. Dat is DVS, hè, teamspel, positiespel. Je hoort het van de week ook, daarom, of de Jan van den Berg zegt dat, daarom willen ze jongens hier komen spelen. Dus. En dan komt er ook nog een keer zo'n vrije trap aan. Oh, heerlijk. Ja, eigenlijk wou we iets anders doen, waar we op getraind hebben. Maar goed, dat werd zeg maar eruit gehouden. Dus ik zei tegen de, of ik weet niet eens wie erbij is, ik zei gewoon ik schiet hem ineens. En hij ging erin dus. Wat mij opvalt, Maurice, de Maurice vanaf begin december...
dat is een Maurice waar ik enorm van hou. De manier waarop je de duels ingaat, waarop je mee verdedigt, waarop je mee anticipeert. Dat is echt ongelooflijk. Dat is een prachtige metamorfose, Maurice. Ik sta nu op 10. Ik krijg meer verantwoordelijkheid en die wil ik ook pakken. Gewoon het team helpen, ze helpen mij. Dus dat is een goede wisseling. Dus help je ons ook? Ja, jullie ons ook. Dus. Geweldig, bedankt. Niels Buitenhuis, ex-Spakenburg. Prettige middag gehad? Ja, zeker. 5-1, dat komt niet vaak voor tegen Spakenburg, denk ik. Dus dat was een leuke middag. Ja, dat is een hele leuke middag. Waarom ging het zo goed? Ik denk dat we eigenlijk gewoon gedaan hebben wat we de laatste week hebben gedaan. En dat is goed voetballen. Tegen ASW natuurlijk even iets minder, maar het heeft ook te maken met dat iemand uitvalt. Tegen Groningen ook gewoon goed gespeeld. Eigenlijk al na de winterstop een paar goede wedstrijden gespeeld en dat hebben we vandaag ook gedaan. Ik wil je feliciteren met het feit dat je man of the match bent. En terecht, want je straalt gewoon iets van het cement uit. Dat ben je gewoon van de ploeg. Ja, goed om te horen. Ik doe gewoon mijn werk en probeer dat zo simpel mogelijk te doen. En de jongens voor mij die moeten dan het verschil maken met goals en assist. En ik denk dat eigenlijk Maurice vandaag echt een man of the match was. Die maakte twee assist, maar leuk. Sprak je tussentijds ook nog wel wat ploeggenoten? Voelde je iets van teleurstelling bij hun? Ja, tuurlijk. Ik ken veel van de jongens natuurlijk. En je dolt een beetje met elkaar. En tijdens de wedstrijd ben je natuurlijk wel echt met het spel bezig. Maar je hoorde ook al wel dat ze een beetje zaten de bek op elkaar. En dat het niet zo loopt zoals ze dat zouden willen. Ze willen vanuit de omschakeling natuurlijk toeslaan. Deze is goed. De eerste goal van hun was gewoon echt een knappe counter. En ik denk dat ze dat ook heel goed kunnen. En daar moeten wij dan net even iets volwassener zijn, denk ik. Door even iemand een tikkie te geven onderweg. En dat deden we later, een stukje beter. En hebben we het goed opgepakt. Niels, ik denk dat ik namens alle supporters spreek. Dat ik hoop dat je nog een paar fantastische wedstrijden gaat spelen voor DVS 33. En heel veel sterkte ook met de thuissituatie, Niels. Ja, dankjewel. Ik ga mijn best doen om nog goed af te sluiten. En dan volgend jaar lekker rustig gaan. Okay, bedankt. Voor de analyse van deze wedstrijd, DVS 33 Spakenburg, wil ik graag, John, jouw mening hebben over deze wedstrijd. Hoe zie je dat? Hoe ik hem zie? Nou, ik denk dat wij zeer goed aan de wedstrijd begonnen. Volgens mij na een enkele seconde kregen we eigenlijk al een goede kans, die eigenlijk niet goed benut werd met Philip Thies. Die gaf de verkeerde bal. Daarna denk ik dat wij een fantastische goal uit de omschakeling maakten. Op 0-1 voorkomen. En dan hebben we eigenlijk wat we wilden hier. En hadden gehoopt dat we daardoor nog steeds meer ruimte zouden gaan krijgen. En steeds meer door konden voetballen. Alleen in plaats van dat kregen we de tegengoal heel snel. Onnodig. Uit een situatie dat we eigenlijk in alle tijd en alle rust hadden kunnen nemen met die bal. We lopen uit onze eigen organisatie. Ja, en dan lopen er bij DVS een aantal jongens die geen ruzie met de bal hebben. Die goed kunnen voetballen. En dan komen ze snel op 1-1. Nou, dan weet je dat je op je kevieten moet zijn. Dan is het een ploeg die dan weer bloed ruikt. En dan moet ik zeggen dat we de rest van de eerste helft achter de feiten aangelopen hebben. En natuurlijk heeft dat met DVS te maken. Ik heb deze wedstrijd had ik goed aangekruist in het boekje van mezelf. Dat dit de lastigste wedstrijd is die we nog zouden krijgen. En dat is gebleken. Alleen, het heeft niet alleen aan DVS gelegen. Want nogmaals, ik vind het een goede ploeg. Maar we hebben ze het vandaag ook wel heel erg makkelijk gemaakt. Als je 5 tegengoals krijgt. Daarvoor in 20 wedstrijden 14 goals tegen krijgen, maar altijd uit een goede organisatie gespeeld hebben. En als je de tweede helft ziet, elke aanval van DVS was gevaar. Dan hebben we het met elkaar niet goed gedaan, maar ik heb net de stand van de ranglijst gekeken. We staan nog steeds bovenaan. En we moeten onze rug rechten volgende week naar Harkemaanse Boys. En verliezen is nooit leuk. We hebben terecht verloren tegen nogmaals
een goed voetballende ploeg. En, ik had gehoopt en verwacht dat we daar wat meer tegenin hadden kunnen brengen. Oké, Bert, nou, neem je complimenten in ontvangst. Je hebt vaker complimenten in ontvangst genomen, maar dan was het soms net niet. Maar dit was het behoorlijk wel. Ja, ik denk dat de credits inderdaad voor onze ploeg moeten zijn. We hebben op een manier gespeeld waarbij we Spakenburg meer dan moeilijk hebben gemaakt. Alleen het verschil, je hebt Jong FC Groningen hier thuis gehad. Toen speelden we eigenlijk op dezelfde manier, toen scoorden we niet. En nu waren we in staat om uit die momenten de juiste dingen te doen en scoor je wel. Nou, dan word je geholpen door de stand, dan neemt het vertrouwen toe. Voetballend is het dan makkelijker. Maar wat cruciaal is natuurlijk ook het moment dat je net naar de rust 4-1 maakt. Toen zag je toch echt wel wat gebeuren bij Spakenburg. Vertrouwen zakte wat weg. En wij moeten dan uit die aanvallen natuurlijk de score ophogen. Maar ja, ik denk dat wij vandaag de terechte winnaar waren. En niet alleen in balbezit, maar ook verdedigend heel erg goed stonden. Ja, waarbij mij de positie van Niels Buitenhuis enorm opviel. Jullie hebben hem verkozen tot man of the match. En dat deed hij toch wel heel erg goed tegen zijn oud ploeggenoten. Ja, maar dan doe je anders de rest tekort. Ik vind iedere speler heeft het uiterste van zichzelf gevraagd. Als je tegen Spakenburg speelt, dan zie je altijd dat spelers net wat meer kunnen brengen. Nou, dat hebben ze bij zichzelf opgeroepen, maar ook als team. Want ik geef je ook te doen, hè. Je keeper valt snel uit. Wat dat betreft, Maurice valt snel uit. Maar de veerkracht van deze groep is prima. Maar goed, nu eventjes van genieten. Maar volgende week weer rap de neuzen normaal op de stand, hebben ze, zoals John ook zegt. Want we hebben voor 2 weken geleden verloren van ASWH. We hebben een tik op je neus gehad. We moeten nu ook niet gaan dromen, maar dit zag er wel even heel goed uit. Heren, bedankt voor deze analyse. John, bedankt. Kort. Ik ben blij. Ja, blij. Ja, mooi hè. Ja. Hey, John, volgende week dus tegen Harkemaanse Boys hè? Ja, dat had ik net verteld hè. Ja, heel veel succes daarmee. Dankjewel. Ja, okay. En wij volgende week tegen? Maghreb, als ze doelen hebben, dan anders wordt lijn op. Als het hek open is. Ja, we weten het niet, maar we gaan ervan uit dat we naar Maghreb mogen. Okay. Bedankt. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooters speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.